Goedemorgen, wij zijn wakker. Oké, ik ga content schieten voor een campagne. Klein ligt te slapen. Jongens, wij hebben iets leuks samen. Vroeg heeft namelijk, toen ik zwanger was, iets gekocht. Voor ons drietjes, namelijk. Voor in Dubai. Het was toen, ja, de Yeezy slides. We hebben ze alle drie. Maar dus ook deze mini Mila versie. Oh, zo cute. Kijk daar. Je bent zo cute. Kijk. Oh yes. Ik krijg heel vaak comments met de vraag waar deze mat van is. En deze mat, ik ga het voor nu zeggen, zeg maar, dat iedereen weet, is van Trixie. En Trixie, dat... Ja, hier kan je het zien staan. Trixie, het labeltje. We hebben de ijsbeerversie. Je hebt allerlei soorten. Hey Moppie. Hey Moppie. Wil ik een boekje aan het lezen? Ja. Ik kom net uit een meeting met Google. Dat was heel interessant. Ondertussen druk met die kleine ook even. Outfit of the day is gewoon helemaal chill mode. Geen make-up op. Inclusief in de meeting, hè. Iemand krijgt pastinaak gemixt met spersieboom. Moet kijken hoe mooi de kleur wordt. Ik heb gekookt. Oh, my fave. Bling Empire. Oké, jongens. Het is laat. Mijn telefoon is bijna leeg. En ik heb de site van mijn masterclass geüpdate. Nieuwe foto, kleine aanpassingen. En ik heb 3 nieuwe data erbij. Maandag 15 februari, woensdag 17 februari, zaterdag 20. Wat heel veel graag op zaterdag zouden willen. En de tijden zijn van 1 tot 3 steeds. Dus dat. Ja. Je kan de link hier vinden als je naar mijn Instagram gaat. Bijlos.nl/les. En ja. Mijn to-do list voor morgen is through the roof. Ik heb hier stories. Die heb ik vandaag gemaakt. Moet ik even teksten bij doen. Ik heb een campagne. Ik ga voorlezen. Ik heb, even kijken hoor, content maken voor Maybelline. Een Beautyclass video opnemen. Om 11:30 trainen met Tess. Om 1:00 hebben we met een slaapcoach een afspraak. En wat hadden we nog meer? Moet ze op de post doen. Voor ons huis moeten we nog wat dingen doen. I just can't. Het is gewoon net even te veel. Ik ga het weer door iemand anders laten editen. Ook Beautyclass video. Dus toppie. Goed. Dat was het wel weer voor vandaag. Ik moet even strak plannen morgen. Maar dat gaat allemaal vast lukken. Dus ja, ik ga de vlog afsluiten. Welterusten, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Bye!